U heeft, ik heb begrepen dat u gehoord heeft wat hier zojuist zich heeft afgespeeld. Ja, mijn secretaresse is rond 4 uur weggegaan. Ze had mij gebeld dat toen zij met de auto uit de parkeerplaats zijn weggereden, zag ze een donkere man met een kind bij. Dat had met mes de andere blanke vrouw gestoken. Zij vond het zo vreselijk dat zij was aan het trillen in de auto. Belde mij even op om dit te kwijt. Kunnen aan mij om wat rustiger kunnen doorrijden. Maar begrijp ik het goed, dus de man die de vrouw stak, die had een kind bij zich? Ja. Ja. En hoe omschreef ze dat precies? Zij hadden mij gezegd dat had ik eigen kind opgetild en hadden met een mes gestoken. Wat gruwelijk hoor, als je dat met je kind erbij zoiets doet. Zij hadden indruk dat misschien was er wel een woordwisseling met de man over zijn kind. Zij hadden indruk van de situatie dat blijkbaar van de houding van de mensen dat daar betrokken waren. Dat misschien mevrouw had de opmerking gemaakt. Dat weet ik niet. Ik heb het niet gehoord, niet gezien. Maar uit haar zegging dat er misschien was het opmerking gemaakt over wat het kind deed. En, was het een jongetje of een meisje? Dat weet ik niet. Volgens mij, ik weet het niet precies, maar misschien... Ik herinner het nog niet helemaal, maar blijkbaar was het over jongen, neem ik aan. Ja. Dank u wel. Kleine jongeman.